Kom op, Koen, we gaan de duurzame wereld in. Tesla X. Extreem gave auto. Ik noem het een rijdend iPad. Alles is natuurlijk touch, alles is volledig elektrisch. En je hebt echt de beleving van een andere wereld. Het is vierwiel aangedreven en het gaat er als een raket vandoor. Wat echt even moet wennen is natuurlijk automatische piloot. Het is veel besproken vandaag de dag. Maar jongens, laat het los. Let it go. En dat heb je ook nodig. Want als je hard gewerkt hebt en je rijdt uit de Randstad vandaan, dan ga je naar stilte, zwijgen. Noord-Holland, hier Amsterdam, daar Alkmaar, daar Schagen en daar in het midden de Lange Reis. De Lange Reis heeft een hele historie. Er rond 1600 gegraven, de afvoer van de Berkmeren naar de Zuiderzee. En aan de Lange Reis hebben we een heel vriendelijk, lief Kapberg hooiwoning te koop gekregen. En die gaan we zo kijken. We wachten rustig af. Een Tesla. Nikola Tesla. Een van de grootste ingenieurs ooit. Wat een gave auto. Maar wat een gave plek. Want daar gaat het over. Ik heb deze woning ooit mogen verkopen. 11 jaar terug, 2005. Toen was het een heel klein huisje. Rond 1900 ooit gebouwd. Heel oud. En de huidige eigenaar heeft er samen met Nico Dekker, een duurzame architect uit deze regio, een super gaaf project van gemaakt. We gaan kijken naar achter. Het voorhuisje helemaal compleet opnieuw opgetrokken en daartussenin een hele mooie kapberg. De tuin. Hier een mooie schuur, 10 bij 5 meter. Het is een mooie rechte kavel met weinig verloren hoekjes. Bijna 1000 vierkante meter. Via de veranda loop je zo de woning in. De woning ingekomen, achter. Hier is overigens nog een entree, ook naar boven toe. En daar een entree naar de kelder, heel bijzonder. Overal vloerverwarming, een mooie voorkamer. En in het midden een prachtige leefkeuken. Eens even kijken wat we koken vandaag. Hey, HelloFresh, dat brengen ze ook hier. Er moet nog een pepertje bij volgens mij. Goed. Hey, boven. Boven aangekomen op de eerste verdieping. 3 slaapkamers, in het midden een badkamer. Aan weerszijde een slaapkamer. En hiervoor de master bedroom. Je kijkt er nog in. Veel licht. Fantastische ruimte. In de kapberg boven nog een hele riante zolder. Het is dus heel grappig. Door de badkamer, 2 slaapkamers. Een heel groot bad, een douche. En de verrassing van het huis. Een extra entree. Dat is ook prima. Koolgroep wonen hebben we weer. Wat een speels huis. Ik word er eigenlijk wel blij van. Eens even kijken. Volgens mij, degene die dit koopt, die springt een gat in de lucht. Dus maak snel een afspraak en we zien elkaar. De keus van het leven is loslaten.